Een zeer welgemeend hallo, mijn naam is Ace en welkom terug bij Jack Orlando, a cinematic adventure, director's cut. Toen wij onze privédetective voor de laatste keer zagen, werd hij knock-out geslagen in een steeg, vervolgens valselijk beschuldigd van de moord op majoor Piet Reynolds en kreeg hij 48 uur van inspector Tom om zijn onschuld te bewijzen. Enige bewijs wat wij op dit moment hebben, of tenminste enige clue, blues clue die we hebben, is van Bernardo, onze informant, dat de maffiabaas Don Scaletti hier enigszins mee te maken heeft. Dat is momenteel even niet belangrijk. Jack is moe, hij stinkt, hij is vies, hij wil even douchen. We zijn net thuis aangekomen, tenminste, dit is de hal naar ons huis. Zou de linkerdeur ons huis zijn, vraag je af. Wij gaan even kijken. This is the door to Alice's apartment. Ja, blijkbaar woont daar Alice. Hoe de fuck is Alice? Geen idee, maar die woont daar. En wat is daar? The door to my apartment. Daar wonen wij. Kijk, dat is toch even mooi. Ik ga ondertussen even van koptelefoon verwisselen, want dit klinkt van geen reet. Ik hoor maar één kant geluid en dat is niet handig. Dat doen we even. Knippen we er gewoon even tussenuit. Geen probleem. Veel beter. Nou, daar wonen wij dus blijkbaar. Wij gaan daar maar even naar binnen, denk ik. Where the hell's my apartment keys? Is hij zijn sleutels kwijt? Gelukkig woont Jack in de tijd dat je je sleutels gewoon nog rustig onder je deurmatje kon bewaren. In de naburige steegjes worden moorden af en aan gepleegd, maar je kon je sleutel zonder inbraakproblemen gewoon rustig onder je deurmatje verstoppen. Tuurlijk, waarom niet? Goed, deurtje open en laten wij gaan douchen. Oh, we gaan Jack, niet douchen. Jack, what happened? You look terrible. Dat is blijkbaar Alice. De buurvrouw? Nou, hoe de fuck is Alice? Nou, zij. Voelen wij ons slechter dan wij eruit zien? Ja. I feel worse than I look. You should take care of yourself. Misschien moet je even schijnen, Jack. Dat klonk een beetje geconstipeerd. Moeten we trouwen? Don't be telling me I should get married. Yes, you should. But at least it would be a start if you left the bottle alone. Ik heb weer verloren van de flash. Even kijken. Je weet toch, Alice, whisky is een gift van de goden. Wie kan dat weerstaan? You know, whisky is a gift of God. Who can resist that? Milk's healthier, Jack. Oh, Alice. I never know if you're being serious or not, but a coffee'd be fine even with milk. I was just going to do the dusting, but I'll always have time for a coffee with you. Nou, zo'n aardige buurvrouw die Alice, die altijd even tijd heeft, ondanks haar stoffige huis, om met deze stoffige detective een kopje koffie te drinken. Vind ik lief. Maar goed, omdat we, ja, we kunnen niet in dit stinkende, in die stinkende regenjas, kunnen we niet, we lijken Harry Vermegen wel, we kunnen niet in die stinkende regenjas naar de buurvrouw, we gaan eerst even douchen. Ondertussen, welkom in Jack's appartement. Ik ADD gewoon door. Dit is een standaard privédetective woningje met een bureau met een telefoon. Elke privédetective zou een bureau met een telefoon moeten hebben. De boekenkast, zeer essentieel. Kunnen we nog wat zien op ons bureau? Wonder if anybody called. Heeft iemand gebeld? Kunnen wij de telefoon aannemen? Wij kunnen helemaal geen zak met de telefoon. En in die tijd waren er volgens mij nog geen antwoordapparaten. Nou ja, dat toch lekker niet. Boekenkast. Kunnen we kijken naar de boekenkast? When this is all over, I'll have more time for reading. Heb je meer tijd? Nou, dat is toch hartstikke fijn, Jack. Lades. Standaard point en klik. Als je een lade ziet, altijd proberen open te maken. Niet eens in kijken, gewoon openmaken. Kijk, want daar hebben we toch weer een mooie sleutel. De sleutel gaat in onze jaszak naast het lepeltje. Is er nog wat in de tweede la? Tweede la? La 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 la. La. Een, wat is het? Een boekje? Het is een boekje. Wat is het? Het is een notebook. Het is een laptop. We hebben onze laptop bij ons. Er staat daar een, wat is het? Plumeau? Typical woman's toy. What the hell is it doing here? Typisch vrouwenspeelgoed. Oké, dat is niet alleen, ten eerste is het hartstikke dubieus en ten tweede is het hartstikke seksistisch. Maar we nemen het gewoon mee, want je moet echt gewoon alles meenemen. Dat gaat bij de sleutel, het lepeltje en onze laptop in de jas.
De wereldbol. Kunnen we wel wat zien? And here I am now. God, echt een vat vol informatie, Jack Orlando. Geweldig. Er ligt hier een oneffenheidje op de bank. Dat is toch altijd wel. Daar moet je altijd even op letten. The word thank you hele has lost its meaning since the Phoenicians invented money. Ja, geld. Dus nou, je kan het oppakken. En het is een portemonnee. Kijk, toch weer wat geld. Altijd handig. Biljetjes. Ja, laten we maar even gaan douchen. Misschien wel handig. Kan ik ondertussen even vertellen dat mocht er af en toe een rare knip zitten in de video, het is niet mijn schuld. Dit spel snapt zichzelf af en toe even niet af. Jack, wat zie je er toch weer heerlijk fris uit. Het is een volledige verandering van 2 seconden geleden. Op de een of andere manier wil dit spel dus dit scherm bijvoorbeeld overlappen op bijvoorbeeld het buitenscherm. En daarna wil hij zichzelf corrigeren. Mijn opnameapparatuur vindt daarbij dus dat hij dan een nieuw filmpje moet maken. Waardoor ik dus af en toe een halve seconde beeldverlies. Ik ga dat proberen in de montage te herstellen. Of in ieder geval niet zo lelijk te maken. En bij deze alvast mijn excuses voor de af en toe wat misschien rare kwaliteit. Ja, waarom ben je dan met dit spel begonnen, Ace? Lul. Ja, heel impulsief. Ik wilde Let's Plays maken en dit spel was gaan spelen. Dus ik dacht van, ik maak gewoon Let's Play van dit spel. Maakt niet uit, ga gewoon door. Jack, jongen, u ziet er weer prachtig uit. Laten we verder op onderzoek gaan in ons appartement. Even kijken. Remember, Jack, 48 hours. 48 uur om je onschuld te bewijzen, Jack. This commendation reminds me of better days gone by. Ach, dat is toch een poëtisch, Jack Orlando. Wat een poëtisch man. Daar hebben we nog een laadje. Dan gaan we het laadje. Kunnen we het laadje openmaken? Laadje dicht. Maar ik zag een sleutelgaatje. En wij hebben een sleutel. Moet je wel op een goede knop drukken voor je inventaris. Dit sleuteltje. Pas dat sleuteltje op deze lade. Ziet er niet veelbelovend uit, maar het is ons pistool. Ons pistool komt, zoals je waarschijnlijk wel zult zien, niet in de inventaris terecht. Nee, want dit pistool wordt ook een commando. Kijk, die verschijnt hier al in je commando-kogel. En daarmee kun je dus mensen bedreigen, neerschieten en eventueel ook mappen met je gun. Want ja, waarom zou je schieten met een gun als je er ook mee kunt slaan? Mag ik even? Oh, pijltje, dankjewel. Hier hebben we wel alles, denk ik. We gaan maar eventjes dat kopje koffie bij de buur gaan doen, denk ik. Alice? Hallo? Iemand? You took your time about it. Ja, ik moest me toch wassen. Kom op. Even kijken. Nou, je weet toch dat ik het leuk vind om je te bezoeken, Alice? You know, I like visiting you. I'm glad. Nou, zie je? Zullen we vragen om ons schoon te maken? Of is het wel even gezellig wat conversatie? Ik doe de onderste. Well, it does me good listening to some nice conversation for a change. You should get married, Jack. I have a girlfriend who... Oh, God. Een matchmaker. Oh, Alice. Bespaar me je onzin. Oh, Alice, spare me. Oh, Alice. I don't understand you, Jack. Come on, Alice. I've got other things to think about, and it would drive me crazy having someone running around my apartment all day with a broom. Now that you mention it, I really wanted to do some dusting, but... I've mislaid my duster, and I thought maybe you could lend me one. You don't need yours anyway. Ik ben haar plumeau kwijt. Wat een... Dit is toch geen instelling, dit? Gelukkig hebben wij een plumeau bij ons. Wat toevallig. Kijk, Sergeant Alice, alsjeblieft. Een plumeau. Oh, thank you, Jack. Do you have a spoon? Alice, het is geweldig. Ik heb met een lepel uit de gevangenis meegenomen. Kijk eens, Alice, alsjeblieft. I will make fresh coffee immediately after dusting. Dat zei je niet. Dat stond er niet. Maar ons lepeltje dan? Hey, Alice. Hallo, Alice. Alice, mijn lepel. Women belong in the kitchen, not me.
is een redelijk seksistische opmerking, maar daar staat wel tegenover dat dit in de jaren 40, ik weet het niet meer, dat het in een tijd was waar dat nog kon. Dus het is geen racistisch of seksistisch spel, het is gewoon erg historisch correct. Historisch correct, ja, ik hou van op historisch correct. Wat hebben we hier dan? Een poesje. A nice little cat, but I prefer dogs. Oh, wat hebben we hier? Just your usual manicure set. Manicure set. Kunnen we die manicure set meenemen? Ja, dat doen we dan ook. Alice, ik stel je shit. Die gaat in de jas. En wat zit daar? Is dat? This apple looks very tempting. Nou, als je er zo verleidig uitziet, dan gaan we toch die appel lekker meenemen. Hop. Zo, stop ook maar lekker in je jas. Nou, dat was het wel wat betreft Alice, denk ik. Ja, nou, dag Alice. Doei, lekker bakje koffie hoor. Dag, dag. Oh. Heel goed muziek. Oh, schitterend. Ja, die bezem. A brush goes with the bucket. De emmer, en die emmer staat just hier. Just a bucket. Is gewoon natuurlijk een emmer. Kunnen we de emmer meenemen? Oh, we nemen de bezem mee, is ook goed. Dus alsnog de vraag, kunnen we de emmer meenemen? En het antwoord is nee. Oeh, nou, dan toch lekker niet. Dan gaan we er even naar buiten. Kijk, dit is weer zo'n voorbeeld wat ik noemde. Jullie zien het niet, maar ik zie dat mijn opnameprogramma dus weer een nieuw filmpje is gestart. Zodra ik hier naartoe loop, gaat hij dat automatisch ook doen. En heel raar allemaal. Ik zorg in ieder geval voor dat het er allemaal een beetje synchroon uitziet. En ik probeer het ook een beetje minder lelijk te maken. Goed. We zijn nu buiten. Nou, hier is natuurlijk het misdrijf gebeurd. Dus we gaan eerst even daar kijken of hier nog wat te vinden valt. Kijk, hier is in ieder geval een... Sorry Jack, wat zei je? Traces of a police investigation. Dat dacht ik al. Wat hebben we hier verder? We hebben hier prullenbakken. Judging by the stink of the trash, the garbage collectors are on vacation. Dat blijkt. Just an old empty wooden crate. Gewoon oude lege houtkrat. De kratje. Heb je een krant? Yesterday's edition of Today New. Goh! Filosofisch gewoon. Filosofisch. Schitterend. Die krant neem ik meteen mee. Kan dat? Oh, dat kan ook nog. Nou, geweldig. Nu weten wij van het introductiefilmpje dat dit sigaartje te maken heeft met de moordenaar. Dus neem het sigaartje mee. You can only buy these Davidoff cigars at Charles's. Davidoff sigaren van Charles. Nou, dan moesten we Charles straks maar even een bezoekje brengen. Wie is Charles? Vraag je af. Zien we zo. En we weten That's ook... That's too high for me. Dat de moordenaar deze ladder heeft gebruikt om zichzelf te doen onttrekken aan de plaats van het misdrijf. Dus moeten wij een manier zien te vinden om hier naar boven te komen. Kunnen wij, bijvoorbeeld, met de bezem de ladder naar beneden trekken? Zou me goed helpen kunnen. This'll ruin Alice's broom. She'd never forgive me. Dan doen we dat niet. Nou ja, met andere items lijkt het mij redelijk onlogisch om die ladder naar beneden te krijgen. Dus dan wachten we daar. Komen we later nog eens op terug. Eens even kijken. Nu hebben we hier nog een steegje. Gaan we daar even binnen kijken. Wat is hier? Ik zie hier een bananenschil. Misschien even kunnen meenemen. Een mevrouw. Dag mevrouw. What are you looking for? Nou, ik zag een rij. Laten we er maar even bij. Nice flowers you have there. Thank you. I take good care of them. How can I help you? Kijk, dat klinkt alweer een stuk, beter. Kan ik die... De hendel lenen? Welke hendel? Oh, wacht, hier. Dat is deze hier dan. Niet een cranking handle. Mogen we die lenen? Can I borrow that cranking handle? No way! That's my neighbor's car. Sorry, and Lord. This hates people. Touching his property. Touching his property. Nu zou je die cranking handle kunnen oppakken. Ik ga hem ondertussen wel even kliksaven om te laten zien wat er gebeurt. Even kliksaven, zo. Voor zekerheid, als het laatst.
kan je deze pakken? Je moet natuurlijk alles oppakken, maar dat begint te blijven. Hey you! Leave that alone! Biff! Biff! There's somebody at your car! Oeh, er komt een hele boze meneer aan. You lost something, man? Hey, hoe gaat het met je? Hi, how are you? I was okay that you showed up, asshole. Beat it, or you hear the sound of your little nose breaking. Okay, ik wil maar geen ruzie met je. Nee. I don't want to argue with you. Keep this up and they'll carry you out of here. You're pretty sure of yourself. I'll show you just how sure. Nou, kijk, dan gaan we dit eens krijgen. Sla hem. Kom. Nee, mis. Oh. Open your mouth so wide again. Echt, ik weet niet of het een poging is om straat al na te doen, of het gewoon puur racisme is, maar die ondertiteling van die voice acting, ja, beetje twijfelachtig. Ja, dat was dus Jack. Einde verhaal, hij heeft de moord niet meer op te lossen, want hij is zelf dood. Boek gebeurd. Even kijken, load in game. We zijn als goed is weer terug hier. Kijk, we zijn weer terug bij het zeikwijf. En de cranking handle. Hier is dus nog even blijkbaar niks. Wat is hier? Is daar nog wat? Looks like a basement window. Dat ziet eruit. Kom. Nee, daar is dus blijkbaar niks. Nou, gaan we even kijken. Wat hier weer allemaal voor dingen. Kunnen we hier nog wat dingetjes oppakken? Hier nog een appeltjesklokhuis. Kunnen we dat meenemen? Neem het gewoon mee, voor de zekerheid. Allemaal in de jas. Hier nog een bananenschil. Bananenschil gaat ook mee op in de jas. En we gaan even naar hier. Dan zie ik daar nog een blikje staan. Kun je dat blikje ook meenemen? Neem een blikje gewoon mee. Stop die jas gewoon vol met onzin. Hop. Ploep. Eens even kijken. Dat is tegen. Kunnen we naar de overkant? Zo, Jack, je hebt haast. Je hebt zin in. Meneer de Schoenpoet. A bottleneck green glass. Oké, kan je het meenemen? Neem het gewoon mee. Top, bij de rest van de zooi. Misschien heeft hij al wat gezien. Even vragen. Gentlemen in dirty shoes? Ik heb je backmap of zo. Ik heb Bernardo heb ik geslagen. Slaag je uit je bakken zo. Sorry, ik heb ergens ingestaan. I stepped on something. When I shine them, your shoes will look like new. Aww. Nee, doe maar een ander keertje. Maar dat is waar, want je bent natuurlijk een schoenpoets. That's no wonder. You are a shoe shine boy after all. Yes, sir. Well, that's very nice of you. But I really have something more important to do. As you wish, sir. Maybe another time. Nee, dat is niet de uitkomst die ik wilde hebben. Shoes don't go with that nice coat, sir. Even kijken, wat doe je hier, Spuit? What are you doing here, Squirt? Shine your shoes, sir. A fascinating job, son. Mm-hmm. I wouldn't know. I earned a few cents doing it. I'd like to give you some money, but I don't have any. Maybe you can give me some money next time around. Ja, dag. Nou, blijkbaar weet hij dus niks of zo. Hier hebben we een meneer met een paard. Meneer met het paard. Heeft u misschien iets gezien? Careful, friend. That horse is sure in a bad mood today. Okay. Nou, laten we even op de depressieve tour gaan. Met mijn geluk vandaag is alles wat ik nodig heb. Een paardenboot in mijn kanus. My luck the way it is. Paardenbeen. Sorry, paardenbeen. All I need right now is a kick from a horse. Then you shouldn't get too close to him. Misschien moet ik hem niet storen terwijl hij eet. I better not disturb him while he's eating. He's been pulling this heavy cart all day long. He needs a break. At least one of us can take a break. Kunnen we misschien lekker een appeltje geven? Misschien vind je dat wel hartstikke lekker. A guy can do something good with that. Ja, aan een paard geven hier. Misschien in die manier. What een lekker appeltje. To do with that? Aan je paard geven. Het paard heeft honger. Nou, het paard is al blijkbaar een truc aan het eten. Die is lekker aan zijn biks of aan zijn haver of wat hij ook eet. Ik zie hier een hoefijzer. Kunnen we het hoefijzer oppakken? I can think of better things to do than getting kicked by a horse. This dus, ain't gonna work. Dit gaat niet werken, okay. Maar het hoefijzer ligt daar wel. Ik wil hem wel hebben. Kunnen wij met de bezem het onder het paard vandaan vegen?
Kijk. Nu heb je dat hoefijzer. Zou je dat ergens nog kunnen gebruiken? Ja, zeker. We hebben natuurlijk ruzie met Biff. Oh, spoiler. Oh, Jack, niet zo snel, jongen. Jongen, wat heb jij er? Je hebt wel zin in vandaag. Kom daarheen. En, want... Kijk, dat had ik eigenlijk helemaal vergeten mee te nemen. Het lag volgens mij thuis. Kom, Jack, snel even binnen. Dan moet ik even kijken waar het ook weer was. Waar was het ook alweer? Nee. Toch moeten we Biff op zijn bak smappen. Alice? Misschien bij jou? Ah, daar is Alice. Daar, kijk, want hier liggen hangen. Impressive trophy. Prachtig trofee. Nou, Alice is blijkbaar druk met stoffen. Dit scheelt haar weer stoffen. Kijk, die nemen we mee. En nu, daar. Biff is natuurlijk een hele grote, sterke man. Dus moeten wij misschien die bokshandschoenen kunnen we tegen hem gebruiken, maar ik vertrouw die bokshandschoenen niet alleen. Dus misschien dit toch? Kijk. Nou durft hij ons vast niks meer te doen. In de volgende spannende aflevering van Laten We Spelen, Jack Orlando, a Cinematic Adventure Director's Cut. Zal Alice haar huis zodoende afgestoft krijgen dat ze eindelijk tijd krijgt om Jack's welbeloofde kopje koffie te zetten? We zien het de volgende keer in Jack Orlando en Cinematic Adventure Director's Cut. Later!